skal videre. Vi har lenge følt det at nederlandsk, språket nederlandsk, det jo tullespråk. Ja, det litt sånn, vår teori at nederlandsk et språk som egentlig ikke et språk. Man kan bare snakke sitt eget språk, norsk, svensk, dansk, whatever. Og så kan man legge på noen nederlandske gæt og grote, gæt og gæt, og så høres det helt gæt ut i Nederland, og de skjønner det. Og det vi hadde lyst til å gjøre var å teste denne teorien. Så vi dro til Sverige og booket på noen tolker som skulle oversette i et fiktivt program som vi laget. Og du skulle snakke nederlandsk. Mm-hmm. Jeg var ekspert. Ja. Job Westerdijk. Skulle snakke om tre skor. Kan du noen nederlandske i det hele tatt? Jeg kan ikke kreine nederlandske spraken. Her skal dere få se noen svenske tolker tolke så godt de bare kan på uforståelig nederlandsk. Velkommen. Ja, se her, Ingrid, talk. Er vi klare? Jeg er klar. Hopper jeg på. 3, 2. Vi har fått besøk av en nederlandsk kulturviter, og det Jap Westerdijk. Velkommen. Ja. Dette med treskoene først, hva det som ligger bak denne treskohistorien? Ja, eerst wil ik over die klompen spreken. Wat ligt daar eigenlijk? Wat is er voor achtergrond achter die klompen, die Nederlandse klompen? We hebben traditionen voor 100 jaar is er weer altijd een min visueel te gaan met de Waldbenis. Dus stond er verder bij een bit en valsen. Die 11e gaat van onder de jeugd, wat vindt geven al. In het park van mijn 11e was er zelf van het groep boven. Dan had ik die verbof. Dan greep die in het vonden staan we net. Ja. Wil je het Nederlands doen of? Ah? Ja? Nee, ik weet echt al. Ik heb een beetje zo duidelijk. Nee. Ik begreep er geen woord van. Sorry. Geen woord. Ja, man kan väl säga att näringslivet har satsat medvetet på det här. Ett exempel är den här träskon. Ja. Detta med träskon, var kommer det ifrån? Ik heb het niet helemaal begrepen. Waar komt dat vandaan, deze traditie met die klompen? De textielindustrie had een generaalstrijk van 28, is dat wel? Dus was een generale staking van de textielindustrie? Een generale strijk. Staking. Ursprungligen var det en textielstrijk. Met één enkel woord te zeggen wat het Nederlandse kunstimport of cultuurimport geweest is in de laatste jaren. Import. Eén woord. Oh. Het oed. Gaafdvrijgen. Het is gaafdvrijgen. Gaafd, die is nogteen keul, bra, super. Zegt in Duits of in Frans. Ja, also die het krachtuitdruk. Ja. Ik denk het superbra eller nogteen zo'n. Toen Asper gaat van het wiel eigen is. Begeef hem ons af. Meer ontraan, meer ontraan. Klompen schieten gaan. Klaus. Ik was ontzettend dochter. Ik heb kanker. Ik heb kanker. Ja, det är alltså Maria och Klaus. De har Seben och als kostymen. Ja, ja, de har liksom som kläder på sig under. Så, och så säger då Maria till Klaus att hon har cancer. Mm.